We zien hier een eenjarige bloemenrand. Die wordt elk jaar opnieuw ingezaaid. In het begin dachten we dat we eens één keer zaaien en het jaar erop komt die gewoon weer op van het zaad wat geval is. Maar dat blijkt niet zo te werken. Want dan gaan de bepaalde soorten gaan overheersen. Dus dat hebben we één jaar geprobeerd. Dat werkte niet. Dus nu doen we gewoon elk jaar opnieuw een bloemenmengsel zaaien. Ja, je ziet het. Hij staat prachtig. Het zaaien gebeurt collectief in de Hoeksemaard. Het is natuurlijk onzin om allemaal een zaaimachientje te kopen. Want het is een speciaal zaaimachientje. Want het probleem met een nokkerig zaaimachine is dat het fijne zaad en het grove zaad dat het gaat ontmengen. En dan krijg je elke 100 meter krijg je een ander soort zaad te leggen. Dus we hebben een heel oud machientje. Het ding is misschien wel 40 jaar oud. Wat met borsteltjes werkt. Dat het niet ontmengt. En dan zaaien we alle randen in de Hoeksemaard en ook op goede oogvlakken mee. Om akkerranden inzaaien is eigenlijk begonnen als een proef van het waterschap. En dat die wilden proberen als we 3 meter bloemen zaaiden of graskruiden, of dat er minder kunstmest en minder bestrijdingsmiddelen in het water zouden komen. Nou, dat was een pilot van 3 jaar. Toen is het waterschap gaan monitoren of dat ook echt zo was bij akkerranden en bij percelen zonder akkerranden. Nou, dat verschil was zo verschrikkelijk groot dat het gewoon voortgezet is. We kregen gewoon een vergoeding van het waterschap, het zuiveringschap en de samenwerkende gemeentes in Hoeksemaard. En Brussel betaalt eraan mee. En er komt natuurlijk veel minder bestrijdingsmiddelen in het water. Een nevenfunctie, waar we later pas achter kwamen, is dat de natuurlijke vijanden van de luis zich schuil gaan houden in die bloemenranden. Waardoor ik eigenlijk niet meer tegen de luis hoef te spuiten. De laatste 10 jaar heb ik mijn aardappelen, suikerbieten en graan nooit meer corrigerend gespoten voor de luis. Het bloemenmengsel is speciaal geselecteerd op bloeitijd, bloeiwijze, dat er altijd iets bloeit. Nu zie je de klaprooks volop. Over 3 weken zie je die niet meer. Dan komt er weer een andere bloem voor in de plaats. En het is ook geselecteerd op bloeiwijze, doordat verschillende insecten makkelijk bij de nectar en de stuifmeel kunnen komen. En zodoende dat die natuurlijke vijanden hier gaan schuilen en zo uitzwermen over onze gewassen om zodoende onze luizen op te eten. Ik doe dit nu 10 jaar en ik was een van de eerste in Hoeksemaard die eraan meedeed. En ja, de Hoeksemaard is een best wel een conservatief gebied. En de eerste 2 jaar hoorde ik alleen maar van collega-akkerbouwers: wat moet je met die rotzooi? Wat een troep, je krijgt er alleen maar onkruid van. Wat ben je nou toch weer aan begonnen, Martin? Maar we kregen er gewoon een prima vergoeding voor. En met geld zijn akkerbouwers heel makkelijk over te halen. Dan ga je dat vertellen tegen collega-akkerbouwers. En ja, die vinden het eigenlijk ook wel mooi. En als ik dan vertel, joh, ik heb nieuwe spuiten voor de luis. Dan, toen gaandeweg kwamen er steeds meer akkerbouwers. Nou, laat mij ook maar eens een randje proberen. En dan zie je nu dat die niet alles meer willen. Dus akkerbouwers in Hoeksemaard hebben altijd wel een zetje nodig. Maar als ze dan zien dat het goed gaat, ja, dan sluiten ze ook massaal, sluiten ze aan bij die groep. En ja, we hebben nu 550 kilometer liggen in Hoeksemaard. Extreem veel. Door deze bloemenranden hebben we ook nog eens een keer een hele mooie, goede uitstraling van de sector op zich. Want hoe staat de akkerbouw, hoe komt die in het nieuws? Met de bestrijdingsmiddelen. We hebben een mestprobleem en we gaan een subsidie terug. Nou, als je nou zo'n bloemenrand naast het perceel oplegt en er komen fietsers voorbij. Ik maak het meerdere malen mee dat er hier fietsers stoppen en een bosje bloemen plukken. En dan kom ik aanrijden met een tractor of met mijn auto. Oh, sorry meneer, had ik moeten vragen natuurlijk. Dan zeg ik, nee joh, ga gerust je gang. En dan ga je de mensen uitleggen waarom je het doet. En dan gaan de mensen ontzettend veel waardering voor je krijgen. Vooral omdat je het doet om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar ook voor een verfraaiing van het landschap.